Stefan Karmans, staan we weer. Nu de eerste echte etappe. De auto staat er stoffig bij. Kan je vertellen hoe dat zo gekomen is eigenlijk? Ja, het was vandaag een tamelijk zware etappe. Het was, ik denk, 430 kilometer, 420 kilometer stage. Waarvan de eerste 100 kilometer, 120 kilometer meeste zandpaden. Dat was vrij goed te doen. Wel zwaar om te rijden, maar was vrij goed te doen. En dan hebben we een stuk gehad met heel veel keien. Niks als keien, hele dikke keien. En dan het laatste stuk was allemaal bijna vers. De laatste 50 kilometer allemaal vers. En omdat de start deze middag een uur uitgesteld is, zijn we een uur later kunnen vertrekken. En hebben we eigenlijk deze avond anderhalf uur in het donker gezeten. Dus ja. Ja, je vertelde net al even voordat we begonnen met de opname, van je had je eigenlijk voorgenomen om iedere dag bij daglicht terug te keren, maar nu door de omstandigheden ging dat niet. Maar kan je vertellen voor de mensen thuis wat dat voor gevolg heeft? Ja, als je één keer in het donker terechtkomt, de snelheid gaat eruit. Hè? En daar is geen straatverlichting, je zit in the middle of nowhere te rijden. Je hebt enkel de lichten van de auto en de snelheid gaat er gewoon uit. Als je anders 100 rijdt, 120, dan rijd je dan nog 40 of nog 50. En dan nog met veel meer gevaar. En dan, als je dan in die fes zit, dan heb je stof. Heel veel stof van andere deelnemers. Ja, dat is hetzelfde als je in dichte mist zit. Hè? Ik heb momenten gehad dat ik gewoon moest stoppen, dat ik niks zag van het stof. En dan verlies je zoveel tijd. Dus, maar al bij al, we hebben vandaag een hele goede rit gereden, een hele goede stage gereden. We hebben geen problemen gehad, we hebben zelfs geen lekke band gehad. Er zijn mensen die meer dan 2, 3 lekke banden gehad hebben. We hebben geen lekke band gereden. We hebben een heel goede stage gehad. Ik denk dat het klassement dat wij 20 plaatsen opgeschoven zijn. Dus het was top dag vandaag voor ons. Dus, Nou ja, geweldig wat dat betreft. En nu weer op naar de volgende dag. En dag bij dag denk ik afvinken. Dag per dag gaan we proberen af te vinken. We kunnen niet op voorhand plannen, gaan we niet doen. We nemen dag per dag en we gaan proberen om het morgen weer goed te doen. Ja, autootje, is er al, moet er veel aan gebeuren? Ja, dat is de dagelijkse onderhoud, hè. Dagelijkse check. Alles gaat zelfs eronder uit, heel de ophanging gaat eronder uit. Alles wordt nagekeken, alles wordt gecheckt dat we morgen weer vlot een volgende etappe kunnen rijden. Nou, helder. Dankjewel maar weer en we spreken elkaar morgen.